Start is gevallen. Start valt. Hele snelle start voor Hindi Heikant. Die pakt makkelijk de kop. Daarachter gaat inparkeren Griff Junior. En de buitenkant komt al naar voren Iron Vivant. Iron Vivant wil wel de positie hebben waar Jaap van Rijn op rekende dat Emilion misschien zou komen. De leiding. En hij komt vroeg genoeg. Aan de buitenkant is hij naast de leider gekomen. Emilion ligt in de staart van het veld op dit moment voorlaatste. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. En Ebbingen dringt niet aan bij de koploper. Hindi Heikant houdt de kop. Daarachter Griff Junior. Derde plaats daarachter is voor Iron Vivant. Aan de binnenkant Cashflow. Die wordt dan gevolgd door Falcon de Fael. En daarachter ligt aan de buitenkant Emilion. Rechte lijn overzijde en we zien aan de buitenkant wel Iron Vivant blijven hangen, maar niet echt doordrukken. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Gaan ze op weg naar de volgende bocht. Aan de start van het veld in het tweede spoor ligt Emilion. En ze gaan de bocht alweer in. Hindi Heikant, Iron Vivant, tempo is er helemaal uit. Daarachter op de derde plaats ligt Griff Junior. Vierde is Falcon de Vael en daarachter Emilion, die best wel wat harder wil. Dan volgt Cashflow en de laatste plaats is voor It's Showtime Zas. Gedrukt tempo, paarden ronden de bocht en Emilion gaat zo langzamerhand al naar het derde spoor. Het gaat Niemczyk veel te langzaam en zo zijn ze in de rechte lijn voor de tribune. We hebben nog ruim een ronde te gaan. Emilion begint aan een voorzichtige opmars aan de buitenkant. En het is Hindi Heikant die leidt. Hindi Heikant. Daarnaast komen straks twee gouden helmen. In het tweede spoor die van Ebbingen met Iron Vivant. In het derde spoor is het Emilion die het voor de bocht niet gaat redden. Die gaat die bocht sowieso nog drie dik krijgen. En zo gaan ze die volgende bocht in. Relingzijde Hindi Heikant. Daarnaast Iron Vivant, dan Emilion. Daarachter Griff Junior, die er heel mooi in ligt. En daarachter aan de buitenkant Falcon de Vael met Cashflow en It's Showtime Zas. Handenvol heeft Rote Gatter op de rug van Hindi Heikant. En zo gaan ze voor de laatste keer de rechte lijn overzijde in. Hindi Heikant leidt. Daarachter op de tweede plek Iron Vivant, dan Griff Junior. En helemaal aan de buitenkant ligt Emilion. Emilion met Griff Junior dus op de gedeelde derde plaats op dit moment. En ze gaan op weg naar de laatste bocht. En nu is het tempo wel wat vrijer geworden. Het gaat nu echt hard. En de proppen gaan er ook uit bij Iron Vivant in het tweede spoor. En zo zijn ze op weg naar de laatste bocht. Relingzijde Hindi Heikant. Tweede spoor Iron Vivant. Daarachter ligt Emilion in het derde spoor. En Griff Junior ligt inmiddels in het tweede spoor. Maar kan nog niet naar buiten. Want daarnaast ligt It's Showtime Zas. En die springt nu weg. Paarden ronden de laatste bocht. Halverwege de laatste bocht gaat Griff Junior wel degelijk de ruimte krijgen voor zijn eindsprint. En we komen in de laatste rechte lijn. Aan de relingzijde ligt nog altijd Hindi Heikant. Tweede spoor Iron Vivant. Buitenkant Emilion. Helemaal aan de buitenzijde is het Griff Junior. Aan de relingzijde Hindi Heikant. Hindi Heikant heeft nog steeds een neusje. Aan de buitenkant daarnaast Iron Vivant. Gaat tussen deze twee. Emilion ligt voor plaats drie. Het is Hindi Heikant nog altijd. Op de streep komt Ebbingen met één laatste shot. En die gaat er overheen. En wint nog net voor Emilion. Die tweede wordt en de derde plaats in die Heikant. Ja, wel. Ik denk dat Emilion wint. Ik denk het ook. Zijn. De beide heren denken dat Emilion wint, maar de beide heren zitten ernaast. Iron Vivant met een neusje. Yep. Wacht op de foto, dames en heren. De spanning.